Ik ga even van de orde af. We hebben namelijk ook een loopmicrofoon. En die hebben we ook voor personen die wat dat betreft wat moeilijker naar de staande microfoons kunnen. En dus stel ik nu microfoon nummer 9 stel ik open. Piet en dan Hanny. Ga die gang, meneer de Jong. Ga die gang. Ik wil beginnen met mijn waardering uit te spreken voor het enorme werk dat zowel in de commissie als hier is uitgevoerd om dit mogelijk te maken. Ik ben met stomme verbazing, toen we hoorden wat de resultaten, zag ik dat het was helemaal niet ter sprake geweest, maar we waren begonnen met overal vrijheid van godsdienst. En aan het eind bleek dat opgeheven te zijn voor de islamieten. Ik kan dat niet helemaal volgen, maar het is een punt wat heel belangrijk is. Want ik begrijp alle financiële en alle dingen die in het regeerakkoord zijn gevormd, dat ik geloof. Maar als je het gedoogakkoord leest, dan weet je dat dan de godsdienstvrijheid voor onze medeburgers, die toevallig aan islamiet zijn, dat die weg is, die is verkocht en die is aan regels gebonden. En ik vind dat de CDA sinds de staatspartij heeft altijd gestaan voor godsdienstvrijheid en het was betrouwbaar en eerlijk. En nu, op mijn oude dag, moet ik meemaken dat daar de hand mee gelicht wordt. Dat kan niet. De eed van het CDA moet betrouwbaar blijven en we moeten niet een beetje daarmee op de een of andere manier dat verkwanselen. Dus ik ben, hoe zeer het me ook spijt, ben ik volstrekt tegen deze overeenkomst. Dank u wel, meneer de Jong. Dank u wel.